Ino Kooijmans van VVD, samen met Mirjam van der Stelt van het CDA hebben jullie een nieuw college gevormd hier in Leiden-Dorp. Met welke partijen gaan jullie het doen? We gaan een coalitie vormen, VVD, CDA, PvdA en LPL, de lokale partij. Met D66, vorige college is geklapt, ook door de onderlinge verhoudingen in de raad. Met deze partijen kunnen jullie met alle partijen goed door één deur? Ja, we kunnen goed met elkaar door een deur. We hebben prima onderhandelingen gehad in een goede sfeer. Onderling vertrouwen, elkaar wat gunnen. Dus ik heb daar zeer goede hoop op dat heel goed gaat in de komende anderhalf jaar. Als ik er iets minder vertrouwen in heb de afgelopen tijd gezien, ben ik dan te pessimistisch? Ja, dat vind ik wel. Ja. Dat vind ik wel. En we hebben het natuurlijk al over gehad. Want er is natuurlijk best wel wat gebeurd. En dat is ook niet zomaar uit de lucht komen vallen. Maar we hebben met elkaar hebben wij daar goede afspraken over gemaakt. Het gaat ook vooral, hou elkaar op de hoogte, communiceer. Zorg dat je weet waar de ander mee bezig is. Drink ook af en toe een borrel met elkaar. Dat is ook belangrijk. Yeah. De oude wethouders van VVD en het CDA, dus van CDA Jef Gardeniers en van de VVD Kees Wassenaar, blijven die gewoon op hun post zitten? Ja, ik zou ze niet oud willen noemen, maar ze blijven op hun post zitten, ja. Dan moet er nog een nieuwe wethouder aangesteld worden. Hoe gaan jullie dat oplossen, die wethouderspost? Er komen twee nieuwe wethouders bij, elk part-time. Olaf McDaniel wordt wethouder voor de PvdA en Angelique Beekhuizen voor LPL. Beide zijn nu raadslid, hebben al langere ervaring in de politiek. We hebben besloten om met z'n vieren die wethoudersposten in te vullen. Op die manier te zorgen dat het werk wat de komende tijd gedaan wordt, goed gedaan wordt en ook politiek goed gedragen wordt. Maar juist de Partij van de Arbeid had toch heel veel kritiek de vorige periode op vier wethouders? Ja, als je goed geluisterd hebt, hebben ze altijd gezegd vier FTE's wethouders. In totaal waren het vier FTE wethouders. Nu zijn het er 3,0 FTE. Dus eigenlijk zijn het drie wethouders in feite in de praktijk. Omdat het part-time wethouders zijn. Maar het zijn wel vier personen, ja, dat klopt. Even kort, welke portefeuilles gaan zij doen? Olaf McDaniel gaat sociale zaken doen. Hij gaat accommodatiebeleid doen. Daar hebben we goede afspraken over gemaakt. Er moet veel gebeuren. Hij gaat sport doen. Financiën, denk ik? Nee, financiën niet. Financiën gaat naar Jef Gardeniers. Ja. En die heeft daar in het verleden ook ervaring mee. Angelique Beekhuizen die gaat met name op sociaal gebied 3D's, WMO en jeugdzorg doen. En je zei, er is flink onderhandeld. Wat is er uitgekomen? Waar gaat het beleid aangepast worden doordat de Partij van de Arbeid erbij gekomen is en de LPL? Ja, kijk, je moet in zo'n situatie moet je wat geven en nemen. We hebben op een aantal dossiers wel flinke discussie gehad. Op Sportnota bijvoorbeeld, kun je je voorstellen. Daar hebben met name de PvdA heeft daar vol tegen geageerd de afgelopen periode. We hebben wel afgesproken vanwege continuïteit van beleid en vanwege betrouwbaarheid van de overheid dat het sportbeleid door blijft gaan tot aan de verkiezingen. En dan mag iedereen er een verkiezingsthema van maken en kijken wat daar dan vervolgens mee gaat gebeuren. Daarnaast leggen we wat andere accenten bij het accommodatiebeleid. Je weet het, PvdA heeft ook altijd gestreefd naar een community center. Alle ontmoetingsplaats voor alle sociale organisaties. Daar gaan we aan werken. Dat werd al, ook door Michiel van den Eng werd er al aan gewerkt om de Sterrentuin een nieuwe impuls te geven. Nou, dit gaat die nieuwe impuls worden. We gaan voorstellen daarvoor uitwerken. Moeten we wel onder een aantal randvoorwaarden. Ze hebben een aantal zaken waar we wat accentverschuivingen krijgen. Er gaan geen wereldschokkende wijzigingen plaatsvinden. Ja, want het is nog maar anderhalf jaar. Dus bestaand beleid gaat nu door de nieuwe wethouders uitgevoerd worden. En naar waar kan, wordt erbij gestuurd door de nieuwe wethouders. We hebben afgesproken dat alles wat op de rit staat nu, waar aan gewerkt wordt, dat doorloopt. Inderdaad, in het coalitieakkoord staan een aantal andere accenten. Veel succes en gefeliciteerd. Dank je wel.